Jamie hier. Vandaag is er dinsdag, dus dat is mijn femdag. En vandaag ga ik het met jullie hebben over beginnen met hardlopen en enkele hardlooptips. Misschien dat sommigen van jullie wel weten dat ik echt een hardloopjunkie ben. Ik ben echt dol op hardlopen. Het voelt voor mij gewoon als mijn, ja, hoe zeg je dat? Mijn uurtje zen of zo. Ja, ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Ja, gewoon als mijn moment voor mezelf. Even rust, even chillen. Is dat goede woord? Het leek me daarom wel leuk om een paar tips om te beginnen met hardlopen met jullie te delen. En tips om gemotiveerd te blijven. Tip 1. Geloof in jezelf. Ik heb het idee dat bij heel veel mensen na 10 of 5 minuten denken van shit, hardlopen is niks voor mij. Ik heb buikpijn en ik verveel me. Ik kap er maar mee. Maar nee, je kan het. Geloof dan een beetje in jezelf. Want kijk, in het begin dacht ik ook zo. En het is nu maar ook gelukt. En er zijn echt miljoen andere mensen die in het begin ook zo dachten. En ja... Weet je, als ik het kan, dan moet jij het ook kunnen. Zo speciaal ben ik ook niet. En als die miljoen andere mensen kunnen, moet jij het ook kunnen. Want zo speciaal zijn ze ook niet. Geloof in jezelf. Tip 2. In het begin is het misschien heel erg moeilijk. En denk je van shit, ik heb geen zin. En je hebt gewoon even geen motivatie. Spreek af met een vriend of vriendin. Dan moet je niet denken van... Ja, al die mensen die hardlopen, het ziet er echt niet uit. Het is heel suf. Nee. Want kijk naar buiten. Er zijn een miljoen mensen die ook hardlopen. Oké. Okay. Miljoen, als je naar buiten gaat, zie je er misschien geen miljoen. Maar je ziet er wel een paar. Over de hele wereld zijn er misschien een paar miljoen, maar daar draait het nu even niet om. Er zijn gewoon heel veel mensen die ook hardlopen, je hoeft je er niet voor te schamen. En als je samen met een vriend of vriendin gaat, heb je een soort stok achter de rug. Tip 3. Koop een leuke hardloopoutfit. En ook heel belangrijk, koop goede schoenen. Deze Nike's zijn bijvoorbeeld vet leuk. Maar ze zijn wel leuk, maar dit zijn free runs. En uit mijn ervaring, en ik hoorde ook van andere hardlopers, is dat je bij na de 5 kilometer deze... Ja, die zijn niet zo heel handig voor langer dan 5 kilometer. Toen ik de 10 kilometer ging rennen op die schoenen, merkte ik dat. Hallo, blessure! Laat je dus ook adviseren voor goede schoenen. Het is zo belangrijk. En ik raad echt aan om goede schoenen te nemen, want het is echt belangrijk. Tip 4. Gebruik een hardloopschema. Misschien ken je hardlopen met Evi. Het is een website waar je een mp3-bestandje kan downloaden op je mobiel of je mp3 of whatever. Die kan je aanzetten tijdens het hardlopen en heeft een intervaltraining. Intervaltraining houdt in dat je bijvoorbeeld 2 minuten rent, 2 minuten loopt, 2 minuten rent, 2 minuten loopt. De volgende keer 3 minuten rennen, 2 minuten lopen. 3 minuten rennen, 2 minuten lopen. En op die manier bouw je een conditie op. Met hardlopen op Evi, dan hoor je muziekje en hoor je de stem van Evi die dan zegt, oh je moet nu lopen of oh je moet nu rennen. Ben ik weer, binnen 5 seconden gaan we weer 1 minuut lopen. Let op je ademhaling. En, zo, hier gaan we. Ze motiveert je ook een beetje tijdens het rennen. Ik zelf heb er geen ervaring mee. Het schijnt super populair zijn en heel erg fijn. Ik ben begonnen met een schema van de Hardloopstichting. Link hier ook beneden. En ja, ik heb er fijne ervaring mee. Je leert daarmee binnen 16 weken een uur rennen. En een uur rennen staat ongeveer aan gelijk aan 10 kilometer. En door een schema heb je toch een soort doel. En dat stimuleert best wel. Tip 5. Schrijf je in voor hardloopwedstrijden. Ken je de Color Run? Dat is een best wel populaire hardloopwedstrijd. En wat je daar doet is... Dat je zeg maar hardloopt en er komt allemaal kleurpoeder alle kanten op. En dat geeft een hele feestelijke sfeer. Je hebt bijvoorbeeld ook de, hoe heet die ook weer? Merk je dat ik heel snel praat? Dat ik best enthousiast. Oké, okay. Even kappen. Je hebt ook de Electric Run. En het is zeg maar dat je in het donker rijdt met allemaal van die lichtgevende, glowende dark armbandjes. En dat geeft zo'n tof effect. Op die manier heb je toch een soort doel. Tip 6. Stel doelen. En dat kan je bijvoorbeeld doen door mee te doen aan een wedstrijd, een schema te volgen. Of je zegt gewoon van, hey, als ik die 8 kilometer heb gehaald, koop dat hele leuke t-shirtje voor mezelf. Want hey, dat heb je dan echt wel verdiend. You go girl. Tip 7. Zoek motivatie op. Bij mij helpt het heel erg om af en toe op internet te zoeken naar Fitspiration of Running Motivation. En vooral op websites als Tumblr. En er zijn ook heel veel Instagram accounts. Die plaatsen zoveel motiverende plaatjes en filmpjes. En dan kijk en denk ze echt van, oh my god, hier deed ik het voor. En dan kan ik gewoon weer naar buiten rennen, weet je wel? Echt. Tip 8. Merk dat je hardlopen saai begint te worden. Oké, download een hele coole playlist. Een hele toffe, leuke playlist met allemaal van je favoriete liedjes. Onder de video zal ik wel een linkje naar mijn hardloopplaylist neerzetten. Welke liedjes ik graag gebruik voor tijdens het hardlopen.
En stel, je vindt dat een beetje saai worden. Ik ken mensen die een luisterboek downloaden en tijdens het hardlopen gaan ze naar een boek luisteren. Ja, het is op zich best wel leuk, toch? Wij zijn vrouwen, wij kunnen multitasken. Duh. Tip 9. Download een leuke, fijne app. Ik zelf gebruik voor mijn telefoon, altijd Runkeeper. En Runkeeper is een hele makkelijke app waarbij je routes kan... ik zal het even laten zien. Runkeeper. Runkeeper is een app die voor jou bijhoudt hoe lang je loopt. En je kan ook precies je route zien, hoe je hebt gelopen. Je kan de route uitplannen. En wat ik heel vaak doe, is dat ik gewoon zeg, oké, ik ga hardlopen, ik ren naar buiten, waar ik heen ga. Ik heb echt geen flauw idee. Maar dankzij Runkeeper heb ik Google Maps. Oh, ik ben nu hier. En dan denk ik van, oh, ik moet linksaf. Of, oh, ik moet rechtsaf. En zo raak ik nooit verdwaald. En dan, stel, ik heb gepland om een half uur te rennen. Na een kwartier denk ik van, oké, ik ben nu op de helft. Nu moet ik terug naar huis. En dan volg ik gewoon het mapje die op mijn mobiel staat. Super handig. Daarnaast vind ik gewoon dat die app ook best wel motiveert. En ook om te zien dat ik steeds sneller ren. En het houdt ook precies bij hoe lang je rent, hoe snel je rent. Super toffe en makkelijke app. En tip 10. De laatste tip. Varieer met routes. Ik weet nog wel, toen ik 2 dagen voor een blog naar Brussel moest voor een award uitreiking, had ik helemaal geen tijd om zelf Brussel te zien. Ik was de hele dag afspraak daar. Heel leuk allemaal, maar ik had zoiets van, ik wil Brussel zien. Ik wil gewoon ook van Brussel kunnen genieten. Mannelijke pis, anatomium, ik wil het zien. Ik ben niet voor niets in Brussel. Dus wat ik toen heb gedaan is, het uurtje dat ik even chill, rustig tijd had, had ik een hardlooproute van 10 kilometer ingepland. Via Runkeeper kon ik dus gewoon een route uitplannen. En ik ben dus toen gewoon door Brussel gaan hardlopen. Maar ik vond het zo fijn om te hardlopen. En voor mij ging het uur zo snel voorbij. Ja, ik kon gewoon zo genieten van Brussel. En toen ik rende en rende. En ja, ik genoot er echt van. Echt heel leuk om te variëren met routes. Zeker een aanrader. Oké, dit waren mijn 10 tips om te beginnen met hardlopen. En ja, ook een beetje de tips om het hardlopen... Ik weeg veel te veel met mijn handen. Om het hardlopen gewoon vol te houden. Laat een reactie beneden achter of jij een hardlopen doet. En wat jouw tips zijn om het hardlopen te motiveren en door te blijven gaan. En ja, dat was het. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet niet te abonneren op Fem. Dat kan hier ook beneden. Een duimpje omhoog te doen. En dan zie ik jullie volgende week weer. Doei! De eerste tip die ik jullie ga geven is Two Broke Girls. En dat is een serie die je op SBS6 kunt zien. En het is echt een hele leuke comedy.